eten we vandaag? Vietnamese steak tartare met verse kroephoek. Aparte combinatie. Zou je denken, hè? Steak tartare, Frankrijk, Vietnam. Let op. Voor de steak tartare heb je nodig ossehaas, Thaise basilicum, verse munt, limoen, shallotjes, eitjes, vissaus, mosterd, pepertjes, sesamzaad. Gek genoeg, maar dit is kroephoek. Komt straks goed. Zonnebloemolie. En voor het zuurtje, deze is optioneel, heb je nodig kaffierblaadjes van de kaffierlimoen, rode ui, radijs, seree, citroengas, suiker en azijn. Kind kan er vast doen. Azijn, begin ik mee, gaat in een pannetje. Ik ga gewoon eerst een zoet zuurtje maken. Dus dat is zuur, suiker en zoet. Dit is gewoon een standaard zoetzuur. Nu ga ik er een Aziatische zoetzuur van maken. En wat doe ik dan? Wat kaffierblaadjes erin. Dit is lekker, jongen. Dit is een limoen. Gewoon de limoen. En dit is een kaffierlimoen. Zie je, die is wat kleiner, die is wat rimpeliger. En de blaadjes hiervan, dat gooit dus hier zo, kijk. Tjoep. Oh, wat leuk. Die blaadjes geven heel veel smaak. Dus die gaat in het zoetzuurtje. En dit is een best wel zacht blad. Dus als daar wat van in zit in je zoetzuur, is dat helemaal niet erg. Seree, die is niet lekker om te eten. Die doe je gewoon even lomp zo met je kneuzen, met je breken. En dat doe je er ook in. Die buitenkant is best wel droog. En dan duurt het lang voordat die smaak afgeeft. Je wil die binnenkant, die heeft al die mooie citroensmaken. Dus je kneust hem even, dan geeft hij meer smaak. Dus dit wordt het zoetzuurtje. Wat gaat daarin? De radijs. En deze komen uit mijn tuin. Ja, lokaler en duurzamer en meer in het seizoen kun je niet hebben. Het hoeft niet in te koken, het is gewoon de suiker moet oplossen. En als dat gebeurd is, mag het vuur uit. En daarin gaat radijs, maar ook rode ui. Voordat ik verder ga, want dat heb ik helemaal vergeten te zeggen. Deze prachtige ossa zet ik even in de vriezer. Dan snijdt hij straks lekkerder. Oké, radijsjes. Ik doe dit in leuke kwartjes. Je zou ook dunne plakjes kunnen doen. Het is een beetje wat jouw stilo is. Ik vind het gewoon leuk om die mooie kleine partjes met een stukje groen er nog aan. Kun je namelijk ook gewoon eten, het blad. Zonder om het weg te halen heb je ook een beetje kleur. Ondertussen heb ik ook al wat olie op staan. Je kan ook een frituurpan pakken als je zo'n open pan olie eng vindt. 180 graden moet dit uiteindelijk worden. Hele mooie dunne partjes. Giet eventjes dit af. Als er een beetje dat kaffierblad mee komt, is prima. Huppakee, daar gaan de radijsjes in. En dan gaat het ui in. Een heerlijk vers soort zuur. Maar heel heftig. Zo, ja, maar wel heel lekker. Zuur en daarna ja. Denk je, jeetje, bijna parfum, ja. Aroma. Dus dat kaffierblad en die limoen. Dit gaat in de koelkast trouwens. Ik denk, waar loopt die heen? Naar de koelkast. Dan wordt het mooi knapperig. De eieren ga ik rauw verwerken straks. Het zijn verse eitjes. Twijfel je daar nou over? Als je echt rauw eet, zorg dan even dat je verse eieren hebt. Dat hoort bij een steak tartare en ook bij de Aziatische. Als een ei in het water ligt en hij zinkt. Ja. Dus pak gewoon een glas water, hij zinkt meteen naar de bodem, blijft stil liggen. Kakelvers. Hij doet een beetje tikken tot de bodem, een paar dagen oud. Hij staat rechtop, weekje, anderhalve week. Hij begint een beetje dit te doen, twee weken. Hij is halverwege het water, maar nog wel onder water. Niet meer rauw eten, maar kun je nog wel mee bakken. Drijft hij, niet meer eten. Ook een leuke tip is, gooi je ei in de vriezer. Eiwit bevriest helemaal, je haalt hem uit de vriezer. Eiwit ontdooit af, loopt weg. En je houdt gewoon een prachtig rond bolletje over, eigeel. Wat dus nog steeds rauw is, maar toch een andere structuur heeft gekregen door het vriezen. Het is echt bizar. Ik ga vast mijn garnituurtje snijden voor de steak tartare. Pak alsjeblieft een shallotje en geen ui. Ik vind een shallotje geeft echt meer dan een gewoon uitje. Snij hem nou even lekker veel in, over de lengte, het worteltje eraan houden. Dan valt hij dus niet uit elkaar. Dan snij hem nog een paar keer zo in. Nog steeds aan elkaar, maar dat worteltje zit eraan vast. En dan heb je in één beweging een super mooi dun, fijn gesnipperd uitje. Hou je van spicy, pak kleinere pepertjes, die zijn pittiger. Hou je echt van spicy, laat ook de zaadjes erin. De vlammen eruit. En dit is ook weer een mooi gerechtje wat je mooi kan voorbereiden. Het is gewoon veel chop en snijwerk. Voor de rest is het allemaal niet zo ingewikkeld, want ja, het is rauw. Steak tartare is rauw. Het enige wat ik ga bakken is de kroephoek. En wat ik heb verwarmd is dat zoetzuurtje. Mooi half pepertje, de rest kun je als scharnering nog gebruiken. Eventjes je handen wassen is belangrijk. Ja, we doen het plassen sowieso, maar überhaupt. Het is echt die ogen wrijven. Het is gewoon echt, je vergeet het op een gegeven moment. En het kan nog een halve dag later, hè. Dat je denkt, oh vanochtend peper, auw. Zet ook vast een pannetje op. Wat ik nu allemaal doe, is gewoon puur garneringjes. Je kan ook geroosterd sesamzaad kopen. Ik vind het lekker om dat vers te doen.
Dit in de gaten houden, dames en heren. Het moment dat je hiernaar staat te kijken en een beetje wegdroomt, is het verbrand. Het moment dat je denkt, nou, ik kan wel even tussendoor doen, is het verbrand. En het moment dat je echt gaat wachten zoals ik nu doe, dat duurt het juist te lang. Verse munt, onmisbaar. En ik kan ook nog Thaise munt gebruiken, maar ik heb nu al Thaise basilicum, dan gebruik ik gewoon verse munt. Ja, Thaise basilicum heeft gewoon wel echt een andere smaak dan de Hollandse basilicum. Of de Hollandse, de Italiaanse. Dit is mijn kruidenplankje, mijn voorbereiding, mijn mise en place. Ik pak even een plastic plank. Soms zit er een stukje ijsschaal in, soms proeven met de vingertjes, maar alles is netjes gewassen. Dat wil ik even gezegd hebben. Kijk, hij is gewoon nog ontdooid, maar hij heeft even gekoeld. En als hij gekoeld is, is hij wat steviger. En dan snijdt hij gewoon weer lekker. Ik ga dit pannetje uitzetten. Hij is mooi lichtbruin. Bruin nog even iets na. En dan zijn we er. Ik ga dus een steektartaar nu doen. En die ga ik met de hand snijden. A, ik vind dat gewoon leuker. B, ik vind het lekkerder. Gebruik je nou echt een mooi vers stuk vlees voor? Haal het bij de slager, niet bij de supermarkt. Want je eet het rauw, dan moet je wel gewoon vers vlees hebben. Dit is ossa's, toulado, sirloin, is allemaal een beetje hetzelfde. En dat zit als ik de koe zou zijn. Hierachter, hier op het einde rugpartij zit de lende. Daar haal je ook de toulado uit. Hetzelfde, sirloin, ossa's. Mooi stuk, glad stuk, mooi mager stuk, maar wel onwijs mals vanwege deze. Ja, Vietnam, dan denk je, hè, hoezo? Al die fusion. Op zich is het fusion, maar het ook eigenlijk weer niet, want het gaat eigenlijk best wel terug naar de oudheid. Vietnam heeft heel veel Franse invloeden en andersom ook. Ja, Franse kolonie, dus dat die steek dat daar ook, nou, daar is me dan op zijn Vietnamees, is op zich best nog wel logisch dus. Plakjes even mooi leggen, zoals ze dat vroeger op school zeggen, dakpansgewijs. Dus nu zijn het dunne reepjes. Draait de kwartslag, oep, draai hem niet kapot in de machine. Je mag zeg maar een hapje nemen en denk, een stukje meer of een stukje minder, dat is goed. Rustiek. En nu even zonder grappen, dat is echt belangrijk hierbij. En dit wordt een frisse steektartaar, hè. En dus omdat ik dat lekker vind, maar ook gewoon in de Aziatische keuken, is natuurlijk heel fris. Waarom deze echt Aziatisch is, los van de klassieke steektartaar, hier zit rode peper in, hier zit wat vissaus in, hier zit wat Thaise basilicum in. En nu doe ik zure radijsjes, Aziatische twist, met seree, met die limoenblad, weet je wel? Dat maar is het grote verschil. En nu gaan we het lekker maken. Ja. Komt hierbij. En doe niet meteen alles erbij. Ga gewoon eventjes dat voelen. We gaan de verhouding dadelijk kloppen maken. Dan een klein beetje pepertje. Komt gewoon heel nauw. Ja. Verse munt. De basilicum. Vissaus. Vissaus en vissenkoppen worden gewoon helemaal in het zout gelegd. Puur op zout. En dan wordt gaat het rotten. Dan wordt dat gefilterd en dan heb je gewoon rottend vissap. Maar het is zo onwijs een goede smaak maken. Ik vind het zo lekker. Beetje mosterd. Ook al zit er rode peper in, ik geef hem ook een draai. Zwarte peper. Dat is net even iets een ander gevoel. Klein beetje zout, een pinch grof zeezout. Dat zijn die structuren die ik wil hebben. Pas op, het is allemaal naar wens. Wat je lekker vindt. Kijk, dit. Zo'n stekertje. Die heb je ook. Meestal zijn ze van metaal. Deze is kunststof. Ik ga hem even traditioneel opmaken. Voordat ik hem even nog koel ga zetten en verder gaan met de croupoek. Even proeven, hè. Hij heeft nog pittigheid, doe nog een klein beetje ui, charlotje, beetje mosterd. Nog een heel klein zuurtje, dus ik ga er een heel klein beetje vers limoensap doorheen doen. Wat ik heen wil is de combinatie dus van kruidig, pittig, zuurig, maar ook natuurlijk dat vlees, hè, het vlees tot zijn recht komt. Daar gaat het om, dat is het belangrijkste. Nu is hij mooi op smaak, dit is balans en balans is alles. Deze gaat nog even in de koelkast. Nu ga ik even roepoek maken. Oh, dit is zo leuk. Komt die aan. Kijk eens wat hier gebeurt. Kijk eens hier. Hoppa. Hop. Komt er boven. Hop. Hop. En dan meteen doet hij op. Nee. Vlak. Flonk. Sloek. Floppy. Dan krijg je dus dit. Dit was dit. 2 seconden geleden. Breek het gewoon in hoekjes en je legt het erin. Dan heb je meteen een leuke vormpjes om te serveren. Kijk, dit vind ik een mooie. En echt, als ze boven drijven, is het klaar. Ze moeten niet bruin, hoeft niet helemaal bruin te worden. Het is gewoon, hoppakee. Nou, dan heb ik binnen 10 seconden heb ik een hele bult kroepoek. Tijd om het bordje op te maken. Steek dat daar, pak ik. En wat nog meer? Een zoet zuur. Oh ja, tuurlijk. En nu is het gewoon een kwestie van, het kan toch niet meer aanbranden. Het kan niet koud worden, het kan niet warm worden. Nu gaan we het gewoon even mooi opmaken. Dit wordt niet des Hugo's. We hebben een primeur te pakken. Stilistisch en rustig aan doen. Ik ben normaal van de wat robuustere opmaken. En nu ga ik toch echt even close erop. Ja? Tiki-taki-toekie. Ja, want ik wil dit wel strak hebben. Oh jongens, dit is zo godsgruwelijk lekker. Kijk
Oké, okay, mooi aandrukken. Kijk, en nu is de balans is stevig, maar niet... Bam! Want jij wil wel de luchtred houden, maar ik wil wel dat hij mooi blijft staan. Ring terugtrekken, terwijl je het vlees in de gaten houdt. Kijk, kijk, kijk. Kijk! Dit is hem. Officieel mag je de ring ook langer omheen laten. Want je moet ook nog een kuiltje maken, maar I'm living on the edge, man. Hij is nog heel. Eitje. Eitje tik. Ik wil het ei geel hebben, niet het eiwit. Ei geel draad eraf. Zoetzuurtjes. Wat ui. Kijk, dit bedoel ik. Dan heb je die mooie parten. Nu pak je eventjes een tissue. Ga je eventjes die druppeltjes weghalen. Het bordje moet schoon zijn, hè. Dit is gevaarlijk, hè. Nooit, eigenlijk nooit het eigeel aanraken, maar goed. Een paar flakes zout voorzichtig op het eigeel laten vallen. Het is een beetje pendier. Het symbool voor bitterheid. Mogen we wat zeggen? Sst. Eet smakelijk. Klein beetje geduld, klein beetje precisie, een shitload aan liefde en dan heb je gewoon een heerlijk gerechtje. Dus ik ga nu prikken en dan vernachel je meteen, want dan loopt de eigeel eruit. Doei. Klein beetje zuur erbij zo. De subtiele smaak van die Thaise basilicum. Beetje die limoen. Wil je dan ook maken? Peanuts, verse ingrediënten. Dat is echt de key bij dit gerecht. Verse eieren, vers vlees. Haal bij de slager, doe je ding. Dit is echt, hiermee kun je imponeren. Kijk op 24kitchen.nl en ga alsjeblieft aan de slag hiermee. En niet zomaar. Gewoon, dit is wel voor speciale gasten. Tot de volgende. Zag je mijn cheesy knipoog? Tot de volgende.